vandaag bij Marin om eigenlijk onze numerieke modellen die we hebben gemaakt van de TLP, om die te testen. En wat we eigenlijk proberen te doen is onze software te kalibreren naar de modeltest. Met de veranderingen in het klimaat die we de laatste jaren zien, is eigenlijk de noodzaak om naar duurzame energie over te gaan stappen. Er wordt al veel gewonnen op zee, maar vooral in ondiepe wateren zoals de Noordzee. Drijvende windmolens worden ontwikkeld die verder op zee staan en daar ook constantere wind kunnen vangen. En om al die energie efficiënt naar land te transporteren heb je een substation nodig. En samen met IV Offshore Energy en Nevensbu hebben we een concept ontwikkeld voor een drijvend substation. Een drijvend substation verzamelt de windenergie uit een windpark en brengt het naar een hoogvoltage, zoals je ook de hoogspanningsleidingen buiten op land ziet staan. En wat we eigenlijk als gepatenteerde oplossing hebben bedacht is om een cable guide system te plaatsen onder de TLP, die eigenlijk de krachten opneemt van alle golven en bewegingen van het platform en op die manier de elektriciteitskabel ondersteunt, waardoor er dus beperkte belastingen doorkomen in de kabel. In het midden van het platform zie je ons gepatenteerde cable guide system. Dat zijn er twee, omdat we twee exportkabels hebben richting de kust. Dus in werkelijkheid is het platform 85 bij 85 meter. En is ongeveer 70 meter hoog, waarvan de bovenkant van de kolom, waar het dambord op staat, ongeveer 30 meter boven het water zit. We zijn hier in de conceptbasin. Deze is 4 meter breed, 3,5 meter diep en iets meer dan 200 meter lang. En we zijn hier omdat we als Marin elk jaar 6 keer een tankslot van 2 weken weggeven aan binnen een klein bedrijf om hun idee een stapje verder te brengen. En dat doen we dan door modelproeven te doen op schaal met hun ontwerp. We hebben een PVC-model gebouwd. Dan zit hij met 4 tendons, dat zijn zeg maar 4 bij ons staaldraden, vast aan de bodem van de tank. In die tendons meten wij dan de krachten. Daarnaast meten we ook de bewegingen van het model. We meten ook de versnellingen. En dan zijn er 2 exportlijnen waarmee de stroom naar de wal gaat. En ook daar meten we de krachten in. Helemaal aan het eind zit een golfopwekker. Daarmee kunnen we golven maken. En wat we dan doen tijdens een proef is, dan meten we zeg maar met die golf meten we al die signalen mee. We nemen natuurlijk alle data mee naar Nevensbu terug om in detail te gaan kijken wat de meetresultaten nou doen en hoe ons numerieke model daarmee vergelijkt. En met dat vertrouwen wat we nu hebben opgebouwd hier in de tank bij Marin, willen we dat verder gaan brengen in de markt. Om te kijken of er eventueel interessante partijen zijn die samen met ons verder het concept willen doorontwikkelen. En we hopen natuurlijk dat we uiteindelijk aan boord offshore kunnen staan en kunnen zien dat het concept werkt, elektriciteitskabel goed beschermd is en dat we duurzame energie kunnen leveren aan het grid.